lesgeven is topsport. Ja, met leerlingen is het zo. Je zou af en toe aan de leiband moeten leggen en zeggen van jongens, nu zeg ik waar je loopt. Dit is wat we doen. Je maakt voor elke leerling een eigen route. Je begeleidt iedere leerling naar de top. Dit gaat soms heel makkelijk en soms gaat het iets moeilijker. Oh ja, Jos. Als leraar kun je die hobby die je altijd al hebt gehad, nu elke dag uitoefenen en je wordt er nog voor betaald ook. Als je nu kiest. Wauw! Succes is een keuze. Word leraar. There's only you in my life. Dat zijn die alle drie. Oh, zet erop. Oh, zet erop. En de winnaar is Jeroen van der Berg. Wat zou jou nou tot een goede lerares maken? Ik denk dat ik wel goed kan uitleggen. Ze luisteren naar mij, ik kan ze temmen. Grijp je? Dat maakt mij gewoon perfect. Ik kan goed luisteren. Ja. Van mij zeiden ze dat ik heel goed orde kon stellen en serieus was. Dus zeg maar dat ik goed met de klas om kon gaan. Wat bij mij tot een goede leraar. Ja, gewoon met alle leerlingen een eigen pakje aan, allemaal een eigen werk en voor iedereen klaarstaan. Elke leerling is individueel en geen nummer. Dat vind ik heel belangrijk. Het is echt zo dat je je hobby's bijvoorbeeld in je beroep kunt uitoefenen. Dat je een band kunt opbouwen met die leerlingen. Dat je er voor die leerlingen kunt zijn. Dat je er voor de nieuwe jeugd kunt zijn. Dat je iets voor ze kunt betekenen om iets te maken van de maatschappij. Sommige jongeren denken dat de leraar op school woont en s'avonds in zijn kist kruipt en 's morgens weer eruit komt. Maar het is gewoon echt een ontzettend leuk beroep waar je heel veel voldoening uithaalt. Dus ik kan het iedereen aanraden. Wow.